De Stichting Bloemencorso Zundert probeert op de immateriële erfgoedlijst van UNESCO te komen. Het Bloemencorso heeft daar gisteren de steun voor gekregen van het Zundertse College van BMW. Het Bloemencorso van Zundert viert dit jaar, op de eerste zondag van september, het 75-jaar bestaan. Het bestuur zou dan ook graag dit jaar op de UNESCO-lijst komen. Op de lijst van immaterieel erfgoed valt alles wat leeft onder de bevolking en wat waard gevonden wordt om door te geven aan de volgende generaties. Het college wil met haar steun een signaal afgeven dat het Corso zeker op deze lijst hoort te staan.